Wij zijn mensen hun mening aan het vragen over drimmelen. Heeft u daar even tijd voor? Ja, wat bedoel u even tijd voor? Nou, dan ga ik u 2 of 3 vragen stellen over wat u leuk vindt in drimmelen en wat u niet leuk vindt. Wie zijn jullie? Wij zijn van Stijl TV en we zijn ingehuurd door Hart van Drimmelen. Hart voor Drimmelen, zeg ik, sorry. En dat is een bewonersgroep? Ja. Die hier met die tent staat? Klopt. Daar had ik dadelijk even naartoe willen. U had er naartoe gewild? Oh, even kijken. Ik weet niet. Gezellig. Mogen we dan u zo even hier interviewen? En dan kunt u daarna gewoon koffie komen doen? Of wat ja, later op de dag? Ik heb hier net koffie op. Oh, oké. Maar stel maar een vraag. Oké. Wij zijn dus van Stijl TV, maar wie bent u? Ik ben Leen van der Hoeven. Woont hier mijn leven lang. Zo. Ben hier geboren. Zo. In dat huis hier. Aha. En dan woon ik hier. Ik ben 74 jaar en ik ben dat bedrijf dat u daar ziet, dat is, was voor mij er helemaal achter aan die grote loodsen, die scheepwerf. Echt waar? En die heb ik, ik ben met mijn 65 ben ik eruit geschaaid, ben ik overgegeven aan 2 jongens van me. Ja? Die wonen hier op de Herengracht. En ik ben 74 jaar en ik werk iedere dag. Echt waar? Ik ben van 's morgens 9 uur tot 's avonds, 9 uur, 10 uur. Ik heb moeite om bij het programma van Nova te komen, dat zie ik graag. Echt waar? Ja, dus ja. Nou ja. Maar wat doet u dan allemaal? We hebben een scheepwerf. Precies, u werkt daar gewoon nog steeds zelf? Ja, ik doe de jongens helpen. Ik wil er helemaal niks voor hebben, ik doe er alles voor niks hoor. Alleen, nou ja, goed. Ja, de jongens moeten elk geholpen worden. Hè. Die hebben, wij doen niet anders op het ogenblik als. Het was een reparatiewerf. Aan de jachten, hier aan de jachthavens. Eerst, ik vroeger in de binnenscheepvaart. Ja. Toen is er overgegaan op wat jachten, maar nou is het niet anders meer. Daar ben ik heel langzaam tussen gekomen, met een briefje schrijven, een verzoek bij de Rijkswaterstaat om het werk te komen, heel langzaam ertussen. Ja. Daar hadden wij een 14 bootje van de Rijkswaterstaat. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Want u zegt, u heeft in de haven eigenlijk al uw leven lang van alles gedaan. Ja. Maar dan hoor ik van mensen hier dat het met de haven zelf niet zo heel goed gaat. Dan moet u dan toch wel in uw hart raken, lijkt me. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, dat lost dus, ja, dat kan... Ik heb het verkeerd begrepen. Dat kan er niet in 2, 3, 4 minuten uitleggen en zo. Aha. Maar dat is een hele grote haven. Het zijn particulieren. De tijd is teruggegaan. Mm-hmm. En iemand, een verslaggever die een bootje net, die varen en dat gaat altijd niet. Hè. Die kan geen reparatie doen of het een of het ander. En wij zijn overgegaan naar de Rijkswaterstaat toe. Ja, ja, ja. En hebben ze per 1 januari is dat veranderd. Mm-hmm. Ze hebben nu per 1 januari is een contract ingegaan voor 76 schepen. Zo. Dus ze zitten vanaf Zwolle. Daar zitten ze, ik denk dat ze vandaag aan het repareren zijn hoor. Dus het gaat eigenlijk best wel goed. Heel goed, ja. Het gaat heel goed. Ja, als er maar geen jachten komen, want die houden er van het werken. Ah, ja. kijk. Dus het ligt eigenlijk juist aan de pleziervaart? Nou, nee, maar goed. Nou, wij hebben altijd met 5 man gewerkt. Mm-hmm. En nu werkt er sinds 1 januari werkt er 16 man. Kijk eens aan. Dat is allemaal, dat is een hele verandering natuurlijk. En het ergste ervan is, dat heeft vorig jaar allemaal gespeeld, maar. Dat contract dat gaven ze pas door vorig jaar, 14 dagen voor kerstmis. Aha. En dat ging 1 januari in. Weet u hoe de aanslag daarvoor is? Dat vind ik een beetje te weinig tijd. Ja, ik denk het wel, ja. Zo. Ja. En dan met kerstmis doorwerken of zo? Nee. Dat werkt zo met die boten. Alles zit vol met boten door. Maar ze hebben een storing niet erbij. Dus dat gaan ze met kerstmis misschien wel. Kijk. Dus zijn daar niet alle boetjes, dus zijn er maar. Ja, die 24 uur per dag dienst doen. En heeft u nou eigenlijk nog een boodschap aan de gemeente Drimmelen? Nou, als afsluiting? Nou, ik ben tevreden hier op Drimmelen, wat moet ik anders? En de meeste mensen die hier wonen, ja, dat is veel import. En die willen allemaal het een en het ander, maar dat komt dan toch niet voor elkaar natuurlijk. Dat duurt allemaal heel lang. En het enige dat ze hiervoor een beetje het parkeertrein uitbreiden hierom. Dat zou wel fijn zijn. Dat zou mij het liefste zijn, ja. Voor de rest heb ik weinig. Heb ik dat parkeertrein hier achter. Als je een paar huizen verder woont, kom je bij mevrouw Holman.
Oh. Die maakt er dan eigen sterk voor. Die heeft er allemaal tekeningen voor laten maken. Oh, dan gaan we daar, zullen we daar even gaan kijken dan? Daar wil ik nummer. Welk nummer? 1, 2, 3, 3 huizen verder. 3 huizen verder. Gaan we daar even kijken. Ja. Hartelijk dank voor uw tijd. En misschien zien we u nog bij de tent. Ja, nou, ik zal nog even naar de tent kijken. We hebben ook speculaasjes en pepernoten. Ja. Oké, dank u wel hoor. Ja. Fijne dag.